Helemaal, ik ben Pauline van het Belgische YouTube-kanaal Lifestyle Spot. Enkele weken geleden liet Denise haar hotspots van Rotterdam zien en vandaag laat ik mijn hotspots van Antwerpen zien. Ik ga in deze video een aantal tips en hotspots combineren samen met een klein beetje geschiedenis. Laten we beginnen bij het begin en dat is namelijk de aankomst bij Antwerpen. In Antwerpen kan parkeren best wel duur worden voor een hele dag of zelfs al een paar uur, loopt echt wel serieus op. Je hebt er in het centrum een heleboel van die indoor parkings die je overal wel hebt. Maar er is één goede tip die ik voor jullie heb en dat is namelijk helemaal gratis parkeren. Op 10 minuutjes wandelafstand van het centrum vind je de Kaaien. Dat is trouwens ook een heel leuke buurt waar je lekker kan eten, leuk kan wandelen. En daar kan je dus ook gratis parkeren. Afhankelijk van de getijden, meestal kan je er wel parkeren en dat zie je ook wel aan het volk, dat er allemaal rondloopt, kan je gewoon parkeren op de Kaaien. Parkeren is daar dus gewoon gratis. Op 10 minuutjes wandelafstand van het centrum, echt niet zo heel veel verschil dus. En dat is weer goed gespaard geld dat je in wat shoppen kan steken. Als je van de Kaaien naar het centrum wandelt, kom je een heel bekend standbeeld tegen in Antwerpen. Namelijk iets dat de naam Antwerpen helemaal symboliseert. De naam Antwerpen komt namelijk oorspronkelijk van het woord Antwerpen. Volgens de legende zou het zijn dat een grote reus op de Schelde aan schippers heel veel tolgeld vroeg. En wie dat niet betaalde, kreeg zijn hand afgehakt. Wel, op een gegeven moment kwam er een heel dappere Romeinse soldaat. Al die Romeinen toch altijd. En die bevocht de reus, die doodde hem, hakte zijn hand af, zo'n mega hand. En op kipte die zo in de Schelde. Handwerpen, dus echt letterlijk. Daar komt de naam dus ook vandaan en dat standbeeld symboliseert dat helemaal volledig. En dat is dus het stukje geschiedenis van de naam van Antwerpen. Mijn eerste hotspot heeft te maken met shopping, hoe kan het ook anders? En is eigenlijk een heel klein buurtje dat eigenlijk heel dicht bij de Meijer ligt. Maar toch merk ik dat als ik daarover praat, dat toch nog heel veel mensen dat niet kennen. We zijn hier nu bij de Wilde Zee, een super gezellig shopping straatje eigenlijk. En eigenlijk verschillende straatjes die zo lopen. En die zijn eigenlijk nog op geen 2 minuten wandelen van de Meijer. Heel veel meer kleinere boutiquejes, dus je hebt daar Kiehl's. Je hebt hierachter MAC, je trekt ook een Other Stories, Superdry, allemaal leuke, iets kleinere boutiques die je niet zo heel snel op de Meijer zal vinden. Je gaat daar ook nog even. Ja, er is altijd een ambiance. So, een heel schattig klein buurtje met allemaal leuke winkels zoals de MAC. Er is een And Other Stories. En je vindt er allemaal van die iets meer boutique-achtige winkels. Kleiner, gezelliger. En ligt eigenlijk op wandelafstand van de Meijer. Ze hebben deze buurt omgedoopt tot de Wilde Zee. Aangezien er toch nog wel helemaal andere ketens en boutiques te vinden zijn als in de Meijer. Waar de meeste mensen met een dagje Antwerpen naartoe gaan. Ik heb er trouwens voor gekozen om mijn hotspots in een kleine straal rond de Meijer te doen, aangezien dat toch wel daar de meeste toeristen, dagjes toeristen, naartoe gaan. En dan is het niet handig als je dan nog de auto moet gaan nemen en doorheen heel Antwerpen moet gaan rijden. Dus vandaar deze eerste tip. Hotspot nummer 2 is er eentje die eigenlijk enkel tijdens de zomermaanden geopend is. En dat is namelijk Skybar. Een Skybar is eigenlijk een pop-up bar, het woord zegt het eigenlijk al, waarbij je helemaal op de bovenste verdieping van het Winterhotel zit. De 12e verdieping, waarbij je op het terras helemaal uitzicht hebt over heel Antwerpen en daar gaan we nu naartoe. Echt een superleuke bar waar je kan gaan lunchen of dineren en het aperitief nemen op het terras. En je hebt dus echt gewoon uitzicht over heel Antwerpen. Superleuk voor in de namiddag als je gaat lunchen, maar ook heel mooi als je s'avonds met alle lichtjes van Antwerpen, de lichtjes van de Schelde, kan kijken naar de stad. Je hebt er echt een heel groot, mooi uitzicht. En dat is eigenlijk de enige bar die echt heel hoog in de lucht in Antwerpen zich bevindt. Als je met de trein naar Antwerpen komt, heb je het waarschijnlijk wel al gezien. Maar als je geparkeerd hebt op de Kaaien en je wilt naar de Skybar, moet je langs het station. Dat is gewoon de weg die je moet wandelen om er naartoe te gaan. Maar volg mijn tip, ga even het station binnen. Het Antwerpse station staat in de top 10 van de mooiste stations van Europa. Het is echt de moeite om eens te bekijken. Het is een gigantisch station met een gigantisch glaswerk. Het is echt super mooi en hoeveel mensen dat er eigenlijk ook zijn, het is zo groot dat het nooit echt super druk wordt. Heel leuk om foto's te gaan maken en je moet het eigenlijk gewoon eens gezien hebben.
Ook mijn laatste hotspot bevindt zich eigenlijk midden in het centrum en eigenlijk ook nog eens midden op de Meer. Ik weet dat heel veel mensen deze skippen omdat ze gewoon niet echt weten wat er binnen te zien valt. Maar dat is eigenlijk de stadsfeestzaal van Antwerpen. Een pareltje dat de meeste mensen in Antwerpen vergeten en eigenlijk dat midden in het centrum is, een plek waar dat iedereen komt, is de stadsfeestzaal. Echt een super mooi gerenoveerd stadsfeestzaal. Vol met allemaal leuke winkels en is eigenlijk gewoon te vinden midden op de Meer. De ingang is iets verborgen, het is heel groot, maar toch heb ik het gevoel dat niet heel veel mensen weten dat het hier eigenlijk ook echt super leuk is. Allemaal heel leuke winkels, je kan hier altijd, er zijn altijd make-up standjes die je kan proberen. Allemaal leuke testers, je kan hier lekker eten, lekker drinken. Dus ik neem jullie eventjes mee als een rondleiding. Like, allemaal leuke pop-up stores, de Urban Outfitters, ook wel een groot kenteken van Antwerpen. En in het midden van de stadsfeestzaal staan eigenlijk allemaal kleine pop-up stores met allemaal leuke innovatieve merken die je allemaal eens kan proberen. Het gaat van beauty tot juweeltjes, tot eigenlijk van alles. Allemaal leuke dingen en dat wisselt eigenlijk heel vaak. Dus even kijken hoe mooi is het hier gemaakt. Plafond. En hier kan je dan gezellig iets eten en iets drinken. Het is wel ideaal voor als het iets kouder is of als het regent. Voor je terug naar huis gaat, ga ik toch nog een kleine tip geven van wat je moet eten. Deze Redelier staat vooral bekend om kermis eten en staat ook meestal met kramen op de grootste kermissen in België. Maar doorheen het land vind je er eigenlijk maar heel weinig winkels of restaurants van. Wij hebben even geluk dat er in Antwerpen zelfs twee zijn. Je hebt dus een meeneemwinkel en een echt restaurant waar je kan zitten. Hetgene wat je echt moet gaan proeven en ook iets dat heel weinig, zoals Belgen, niet kennen, zijn lacmans, oftewel galetten. Het is eigenlijk een heel klein, dun wafeltje waar ze siroop hebben ingedaan en opgedaan. Het gaat eigenlijk om siroop, omdat dat een soort geheim recept is dat echt gewoon zo lekker is. Dus als je in Antwerpen bent, ga daar misschien lunchen en neem een lacmans en dessert. Of nog beter, ga naar de meeneembalie die op de hoek zit en vraag een doos met 6 lacmans. Ze doen daar dan al die siroop over en die trekt er dan helemaal in. En tegen dat je thuis bent, heb je echt zo'n mega ingetrokken lacmans. Je kan ze gewoon opwarmen in de microgolf. Super handig en echt keilekker. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie toch wat gehad hebben aan mijn hotspots. Doe een thumbs up op deze video als je hem leuk vond. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En als laatste heb ik nog een kleine quizvraag voor de echte kenners. Van wie was het liedje dat ik helemaal aan het begin van deze video gespeeld heb? Een paar seconden, maar voor de echte kenners, die zullen het wel herkennen. Tot de volgende. Bye!